Bloedzuigende monsters. Met duizenden tegelijk vallen ze ons aan. Het is een topjaar voor muggen. Een hete en natte zomer creëerde de ideale geboorteomstandigheden voor deze kleine vampiers. En dat is heel vervelend. Die k***beesten, zeg maar, om het zo te zeggen, die zorgen heel wat overlast. Heel veel nachtrust wordt erdoor verstoord. In Nederland mogen we dan last hebben van muggen. In met name Afrika sterven jaarlijks meer dan 500.000 mensen, vooral kinderen, nadat ze gestoken zijn door een malaria-mug. Bij de Wageningen Universiteit doen ze onderzoek naar de stekende beestjes. Wedstrijdje, wie is het lekkerst? De ene persoon heeft meer last van muggen dan de andere persoon. En dat is gebaseerd op geur. Je kunt naast elkaar in bed liggen, de een wordt lek gestoken. Ja, en de ander niet. En dat doen ze puur op het geurprofiel. Dus dat kunnen we hier proberen. Ja, een collega, hey. Prettige wedstrijd. Ja, ik ben benieuwd. Eens kijken wie er het meest aantrekkelijk is. Voor de duidelijkheid, deze muggen zijn dus vrij van de malaria-parasiet, anders zouden we dergelijk onderzoek nooit kunnen doen. Ik heb er nog steeds geen één. Ik heb er al 5, dus ik denk dat jij gewonnen hebt. Nee, of jij gewonnen hebt, dus maar net hoe je het uitlegt. De universiteit kweekt muggen voor onderzoek, maar u kweekt ze zelf om gestoken te worden. In stilstand water, in bijvoorbeeld bakjes, gieters en emmers. Dan vlieg je zo je huis binnen. En dit is simpel op te lossen door gewoon emmer om te draaien en dan ben je klaar. Dus we doen het zelf, eigen schuld. Eigen schuld, dikke bult. Ja, en letterlijk.